Ik zou heel graag op een dag gewoon al mijn haar afscheren. J-School. What's up? J-School. Hey, hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar en ik maak elke dag een nieuwe video voor jullie om 5 uur. En als je mijn gezicht een beetje zo wat glanzend ziet, dat is volledige highlighter en geen zweet. Nee, oké, ik ben aan het liegen. Het is hier echt zo, ik weet niet, 50 graden in de kamer of zo. Ik ben echt niet aan het zwenzen. Je gaat mij ook meer en meer zien glanzen naarmate dat deze video langer duurt. Het is hier echt super warm. Ik kan het raam ook niet openzetten voor het geluid, anders is het geluid niet meer oké. Dus ik ben hier echt even aan het sterven voor de komende 20 minuten, 30 minuten, 40 minuten. I don't know. Maar we gaan ervoor. Eerste shout-out voor vandaag. Shoutout gaat naar Diana Bassia en zij zegt, of Bakia, en zij zegt, mijn papa zei het is al 5 uur en ik zei meteen, oh, Jamila Baidoo. Jee, yeah, het uur van Jamila, 5 uur. Oh my god, sorry, ik heb het zo warm. Ik zou hier echt zo'n blazer moeten hebben. En dat zou nog een goede zicht zijn voor het beeld ook, dat je zo mijn haar ziet wapperen en zo. Oké. Dank je voor de reactie en voor iedereen zijn reactie uiteraard. Deze avond en morgen is de laatste dag dat je een ticket kunt bemachtigen voor de 26e juni, voor de meet and greet. In de beschrijving staat nog altijd de link. Nu heb ik het juist gezegd, hè? Of niet? Ja, oké. In de beschrijving staat nog altijd de link waar je je ticket kunt bemachtigen. Het gaat in ieder geval de woensdag op een meet and greet een hele warme bedoeling worden. Dat zeg ik al maar. Dus voor de mensen die daar komen, kleed je alstublieft heel lucht. Zeker omdat, weet je, veel mensen bij elkaar in dezelfde ruimte, dat gaat nog meer warmte geven. It's gonna be hot as fuck, hè? En dan voor vandaag, wat gaan we doen? Ik heb dus een bucketlist, zoals dat de meeste mensen dat volgens mij wel hebben. Zo allemaal stapjes wat ze in hun leven nog willen bereiken en zo. En ik heb een plannetje, of ja, een bucketlist van 10 puntjes. En die 10 puntjes wil ik vandaag gewoon even overlopen, zodat jullie als kijkers ook weten wat ik eigenlijk allemaal nog wil bereiken in mijn leven. En uiteraard, alle puntjes die dat erop staan, zijn ook dingen die ik met jullie ga delen in de toekomst. Dus als die uitkomen of ik maak die waar, dan zullen we dat hoogstwaarschijnlijk wel zien in de vlogs. Fucking kind. En waar zijn al die berries nu in? En nu is het te warm voor de berries, of hein? Normaal met deze weer zou dat hier vol met vliegen zitten en nu ik zie er geen één. I think they're all dead because of the heat. Oké, let's go. Eens even kijken naar mijn bucketlistje. Ik ga ze opnoemen en ik ga er wat over vertellen, maar ik ga ze niet in de volgorde opnoemen. Dus niet per se van het eerste is niet hetgene waar ik als eerste wil bereiken of zo. Of is ook niet het meest belangrijke voor mij. Ik heb gewoon 10 dingen die ik wil bereiken in mijn leven. Het allereerste, en dat is dan niet het eerste zoals ik net zei, maar gewoon het eerste van mijn bucketlist is een huis kopen. Dat is iets wat iedereen wel wil, denk ik. En dat is ook wel vrij logisch dat je dat wilt doen. Sommigen weten dat misschien, anderen misschien niet. Maar ik woon nu nog altijd thuis. Dus ik kan goed sparen hier. Ik verdien goed mijn kost. Dus ik kan op een snelle manier toch wel een huisje gaan kopen. Maar ik ben dan ook weer zo eens van, ik wil echt een huis. Snap je? Zo niet een huisje. Ik wil echt, als ik ervoor ga, dan wil ik er ineens voor gaan. Dus dan ga ik echt zo een huis. Met een dik zwembad eraan en al die shit. Maar daarvoor moet je natuurlijk sparen. En aangezien dat ik dus thuis woon, zoals ik net zei, kan ik heel goed sparen. Dus je weet zelf binnenkort in de vlogs een dikke villa met zwembad en allemaal zo van die standbeeldjes en zo. Of een kartonnen doos, dat kan ook. Dat zien we dan nog wel. Op nummer 2 staat reizen. Reizen is uiteraard iets wat ik binnenkort heel veel ga doen. Of toch wil doen. Nee, I'm gonna do it. Hè. Als je iets wilt, dan doe je dat gewoon. Dus ik ga reizen. En dat is iets wat ik in mijn leven gewoon veel gedaan wil hebben. Ik heb dat ook in mijn leven al veel gedaan. Ik ben er eigenlijk ook wel in opgegroeid om zo elk jaar op vakantie te gaan 2-3 keer. Dus ik ben dat wel redelijk gewoon. But I'm gonna travel my ass off. Hè. Ik wil ook echt veel plaatsen zien die ik nog niet heb gezien. Maar toen ik vroeger op verlof ging, was het altijd zo naar Spanje en zo. Snap je, zo al die basisdingen. Maar ik wil echt, echt zo verder gaan. Ik wil echt zo zotte landen zien en oh, ik kijk er naar uit om gewoon weg te zijn van fucking Antwerpen. Niet dat ik Antwerpen verschrikkelijk vind, maar dat je hier altijd zit, dan word je echt gewoon beu, vind ik persoonlijk. Laat mij trouwens weten naar waar dat ik allemaal zou kunnen gaan voor te reizen. Begint vooral met Europa, want ik ga een roadtrip doen met een auto. Dus zeg mij een paar plaatsen die dat ik zou kunnen gaan bezichtigen en zo. Dat is allemaal leuk voor in de vlogs. Let me know beneden. Nummer 3. Ik zou graag een eigen bedrijf opstarten. Ik ben nu zelfstandig en ik heb een bedrijf dat noemt gewoon Jamila Baidoo, want ik ben zogezegd zelfstandig artiest. Dus dat komt overeen met alles wat ik op YouTube doe en samen
samenwerkingen, boekingen, al die dingen. Daar moet je zelfstandig voor zijn. Dus ik ben dat. En ik heb ook een BTW-nummer en blablabla. Dus ik ben eigenlijk zelfstandige, maar ik zou echt een bedrijf echt willen opstarten. Een succesvol bedrijf. In wat, dat weet ik nog niet. Die puzzelstukjes zullen wel allemaal in elkaar vallen de komende jaren. Alles wat ik kan doen of dingen die op mij afkomen. Dat hangt er allemaal van af. Maar ik ben vrij creatief, dus soms krijg ik ineens zo een ping-idee. En dat is het idee dat ik moet hebben. En daar ben ik op aan het wachten. Dus ping, als je even wilt komen, dankjewel. En uiteraard iets wat dat wereldwijd succes zou kunnen hebben. Niet enkel bij ons in België. Nummer 4 is iets waar ik eigenlijk altijd heb gezegd van dat wil ik ooit doen. Nu dat ik zelf iets minder met zingen bezig ben, gaat dat misschien iets minder realistisch zijn. Maar één ding dat ik echt heel graag een keer wil doen, dat is zetelen in de jury van een of andere talentenjacht. Zoals bijvoorbeeld, Idol is er nu niet meer, maar gelijk The Voice of zo. Alhoewel ik The Voice niet... Ja, The Voice is zo... Te serieus, weet je wel? Ik wil gewoon ergens jurylid kunnen zijn waar dat er echt zo van die figuren langskomen. Dat moet zo grappig zijn. Idol was wel zo, er kwamen echt figuren langs, dus ik hoop dat Idol ooit nog terugkomt. Belgium's Got Talent bijvoorbeeld, dat is ook zoiets waar dat je figuren ziet. Dus ik zou echt ooit in mijn leven gewoon zo eens één seizoen mee in de jury willen zitten daar. En niet om per se mensen uit te lachen, maar ergens ook wel, weet je? Dat is gewoon zo grappig, die... Dat je er zit en dat je dat meemaakt. Weet je, op beeld is dat altijd anders. Maar dat je er echt zit en er komt iemand zoiets raar doen voor je, dan ja... Mijn commentaar zou het ook volledig maken, gewoon. Zonder twijfel. Op nummer 5 staat iets wat ik waarschijnlijk ooit in de toekomst zal doen, maar dat is nog niet voor nu. Ik zou heel graag op een dag gewoon al mijn haar afscheren. Dus volledig kaal. Ik heb daar niet echt het gezicht voor, denk ik. Dus daarom durf ik dat ook niet. Maar ooit in de toekomst wil ik dat doen. Puur omdat haar is echt lastig. Vooral nu met deze weer. Meisjes met lang haar of gasten met lang haar, die zijn er ook. Jullie weten goed genoeg wat ik bedoel. Dat is echt, echt vervelend. Dat plakt. Als je haar hebt gestyled, dan is dat na 3 seconden terug in krol. Puur door het zweet en het vocht. En de ergste plaats, we all know it, dat is hier van echter in uw nek. Oh my god. En ik ben iemand die haar eigenlijk nooit echt vast doet. Maar als het echt zo'n weer is als deze en de camera staat uit, dan doe ik mijn haar wel gewoon in een marginale dot. Puur omdat dat gewoon te warm is anders. Maar ik heb mijn haar dus gestyled. Hè? Je ziet dat? Allee, of ik het nog zie, dat weet ik niet. Maar ik heb mijn haar gestyled, maar je ziet dat is gewoon terug aan het krullen. Gewoon puur door de warmte. Oh my god, I look like shit. Maar dus ooit in mijn leven wil ik mijn haar volledig eraf hebben. En dat moet zo'n zalig gevoel zijn dat je dan in een douche springt en gewoon... eruit komt en je moet niks doen. Je moet zelfs niet afdrogen. Of gewoon even dip en je zit klaar. Oh, het leven. Op dat vlak wou ik soms... Eigenlijk op veel vlakken wou ik dat ik een gast was. Mannen hebben geen menstruatie. Die moeten niet bevallen. Ik ook niet, want ik ga nooit bevallen. Maar dan nog, dat is een keuze. Alleen die menstruatie, alleen al eigenlijk. Dat is al zo'n voordeel dat je dat niet meer zou hebben. Oh my god. En dan die stemmingswisselingen en zo. Alhoewel ik in mijn red dat ook heb. Geen stress. Maar goed, ooit. Shamila, kaal. Laat me weten of je mij kaal wilt zien. Ja of nee. Nummer 6 is... Ik wil ooit een roadtrip doen in Amerika. Ik ben in Amerika geweest. En dat was voor 5 dagen. Voor de meest nutteloze shit ooit. Mijn Facebookpagina. Mark Zuckerberg. Shamila zoekt Mark. Maar ik zou echt eens een keer voor een lange tijd... Ik ben echt bezig over zo 2 maanden of zo. Gewoon daarin te gaan. En echt gewoon... Roadtrip all the way. Ik wil alles er gezien hebben, wat dat totaal niet gaat op 2 maanden, maar goh. Heel veel in ieder geval wil ik er wel gezien hebben. En dat is altijd wel een droom geweest, dus dat gaat ooit nog wel gebeuren, maar... Ah, dat is zo ver. Dat reizen naar daar is echt ver, mannetjes. Hoe lang heb ik toen op de vlieger gezeten? In totaal 20 uur of zo. Het was verschrikkelijk gewoon. 20 uur in de lucht hangen. Ah. En ik ben niet echt zo'n fan van vliegen. Al doe ik dat wel al heel mijn leven. En ik zet me eigenlijk er elke keer over als ik dan uiteindelijk in dat stoeltje zit. Omdat de rest van mijn leven elke keer als ik in dat stoeltje zit zo'n gebedje te doen op de hoop dat ik niet ga sterven. Terwijl ik nooit bied. Allee, dat is gewoon fucked up. Volgende, nummer 7, is tadadam, niet te vergeten natuurlijk, de 1 miljoen abonnees aantikken. Is dat op deze kanaal, is dat op een ander kanaal? I don't know. Gewoon de 1 miljoen abonnees wil ik ooit aantikken. Daar kunnen jullie trouwens voor zorgen. Dus als je nu aan het kijken bent en je bent nog niet geabonneerd, dan moet je dat gewoon even doen. Hey! En voordat je het weet, zijn al die aparte abonneetjes 1 groot aantal van 1 miljoen. Wauw, prachtig. Dat lijkt nu ook nog heel ver, omdat ik nu op 131.000 sta, bijna 132.000. En dat lijkt nog ver, maar in principe, zo ver is dat niet, hè? Of wel? Als je gewoon abonneren, dan komen we er dichterbij. Op nummer 8
echt wat ik ook een keer wil doen. Ik zou bij God niet weten in wat. Maar ik wil ooit in mijn leven een wereldrecord verbreken. En volgens mij is dat ook helemaal niet zo moeilijk, omdat er gewoon veel dingen zijn die daar nog niet zo hoog staan of het een of het ander. En er moet iets zijn. Dus ik ga binnenkort ook eens beginnen zoeken naar waar ik zou kunnen verbreken. En ik wil dat helemaal officieel in orde laten maken, dat ik dat dus heb verbroken, moest dat zover zijn. I wanna be in the book, gersje, snapte. Dus als jullie iets weten waar ik een wereldrecord mee zou kunnen verbreken, laat me dat even weten in de reacties. Ik ga dat sowieso bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn. Ook iets wat ik heel graag zou willen, maar dat bestaat niet, maar de meesten dat moeten laten bestaan. Jullie kennen allemaal Foute Vrienden. Allee, nu is dat gedaan, hè? Foute Vrienden, maar dat was vroeger op tv. Ik heb altijd gezegd, waarom is er geen Foute Vriendinnen? Like, I am the perfect candidate, hè? Zeg je de rest zo? In ieder geval, moest er ooit een programma Foute Vriendinnen komen en ze kiezen mij er niet voor, dan laat ik heel het spel mee ontploffen. En een allerlaatste, en dat is niet te vergeten, dat is een belangrijke, dat is gewoon gezond en gelukkig zijn. Nu weten jullie wat dat mijn bucketlist is, maar ik wil eigenlijk ook wel eens weten wat dat jullie bucketlist is. Dus hieronder gewoon even in de reacties uw eigen bucketlist plaatsen. Dan moeten er natuurlijk geen 10 zijn. Als jij er maar 3 hebt, zijn dat er maar 3. Maakt niet uit hoeveel. Als jij er 50 hebt, dan zijn dat er 50. Plaats het gewoon eens een keer. Ik ben benieuwd wat dat jullie vooruitzichten zijn voor jullie eigen leven en wat je allemaal wilt bereiken. Als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!